Oh, oké. Okay. Ja! 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 Oh, we hebben hem gewoon. We hebben Ben nog gebroken. Oh. Jullie kunnen het met z'n drieën. Ja! Yeah. Weet je hoe snel... Brrr. Pak hem. Ja! Ja, ik heb hem! Ja! Yeah, we hebben hem! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens en meisjes. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Ik ben hier met Justin. Hij was hier echt, maar hij is denk ik... Twee... Yeah. Wat is de planning? We gaan Bedrock kapot maken. Nee, dat gaat leuk worden. We hebben op YouTube tutorial gezien hoe je Bedrock in de Nether kapot maakt. Waardoor wij een makkelijker route naar elkaar kunnen krijgen als wij in de Nether zitten. Dat gaat alles zoveel simpeler maken. Maar voordat wij Bedrock kapot gaan maken, moet jij eventjes abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Hey, waarom ben je nou nog niet geabonneerd? Dat is heel slecht. Nee, jongens, reageer even als je nieuw bent en je bent geabonneerd. Dan geef ik jouw reactie een heel leuk hartje. En like even, want Justin wil heel graag dat er 3000 likes komen. Gaan we toch nooit halen, maar Justin wil het voor een of andere reden. We hebben TNT nodig en we hebben pistons nodig. Nou, pistons heb ik wel gewoon. Redstone heb ik ook wel gewoon. Maar TNT? Maar TNT, ja, dat kunnen we ook regelen. Dat is gewoon een beetje flint. Dat heb ik hier rechtsbovenin zitten, of in het midden. Waarom zeg ik trouwens flint? Je hebt helemaal geen flint nodig. Drop mij de gunpowder maar. Dan maken we wat TNT. Hoppakee, had ze flats, pats, plats. Hoeveel heb je die gemaakt? 10. Hebben we wel genoeg. Wat pistons, hebben we wat levers, lavers. En ik heb... Weet je wat ik van Nathan heb gekregen, Justin? Brood. Nee, geen brood. Ik heb heel veel... Ik heb oprecht heel veel hout gekregen van Nathan. Ik weet niet waarom. Nou, ik denk dat het een beetje omkoperij is. Dat ik in zijn winkeltje dingen ga kopen. Maar ik ben hier zo ontzettend blij mee. Met al het hout dat ik van... Stil je nou van hout van me? Oké, Justin. Ik denk dat ik alles heb. Niet mijn koeien killen, alsjeblieft. Waarom ligt hier overal mos? Sorry, hè? Heb jij dat gedaan? Ja. Echt? Ja. Fine. Why? Kijk, ik heb voor de mensen die te hard gaan, heb ik een rem. Oh, dus dan rem je hier af. Dan kunnen we ook gewoon hier, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat het wel even... Oh, we zijn er al. ik wilde legit zeggen, ik denk dat het nog even gaat duren, maar we waren er al. Het is nog geen leuke probleem. Nou, Bedrock zit best dichtbij, hoor. Nou, daar zijn we al. Oké, dan moesten we eentje hebben dat die zo hoog mogelijk is. En dat is volgens mij deze. Nou, weet je wat? Ik heb een idee. Oh, we zijn de enderpearls vergeten. Kan je enderpearls halen? Oké, jongens, we gaan ons best doen. Ik plaats even alle dingen die mij waardevol zijn, plaats ik even hier. Want ik wil namelijk echt gewoon niet doodgaan en spullen verliezen. Dus wat we ook doen is mijn bloemetje wegleggen. Ik heb wel armor nodig, want het is TNT in de kwestie. En ik moet ook op gaan blazen. Dus dat is wel spannend. Maar ik denk dat we het wel kunnen. Dan moeten wij hier ladders omhoog plaatsen. En dan in dit hoekje een enderpearl gooien. En als het goed is landen we dan boven de bedrock. En dan, dan wordt het feest. Dan begint het feestje. Oké, okay. Wish me luck. 3, 2, 1. Ja, ja, ik ben er. Nee. Ik ben er. Ja. 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 Oké, okay, waar ben je? Ik moet jouw nameplek even zien. Doei. Nee, daarom heb ik... Hey. Doe maar een briefje. Ik plaats vast hier een enderportal. Dan kunnen we hier sowieso standaard heen. Oké. Okay. Dan moest ik hier zo eentje op plaatsen. Daar TNT. Daarnaast obsidian. Het staat daar wel gevaarlijk, ja. Daarboven ook een TNT op. Blijkbaar. Ik heb echt geen idee waarom dit allemaal moest. Dan een trapdoor. En dan daarboven een hendel. En dan, wat ze zeggen is, je moment dat een piston afgaat, is er een moment dat er een blokglitch is, waardoor die even verdwijnt of zo. En dan kan je een nieuw blok te plaatsen. En dan moet ik een piston blijkbaar daar plaatsen. En dan heb ik echt een split second voor. Dus ze raden aan om dan via options, controls, je linker muisbutton of rechter, waarmee je plaatst, als het ware. Dat is toch die, dan, om die dan op een andere knop te zetten. In dit geval, wat doen we? H. Ja. Oké, Justin, ben je er klaar voor? Ik heb een piston. Nee, ja, maar ik zou weggaan als ik jou was. Oké. Okay. Ik ben er klaar voor. Ik wil niet vast komen te zitten. Daar gaan we. Oké. Okay. Komt ie. En? Is hij weg? Nee! Dat heeft niet gewerkt. En nu heb ik ook geen pistons meer. Dus nu, kijk, nou ben ik blij dat ik hier niet vast ben komen te zitten. Wacht, we gaan het nog een keer proberen. Ja, ja. Ja, ik ben blij dat ik die dingen heb, anders zaten we vast. Oh, ik kom in mijn eigen kingdom uit. Oh, daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik gewoon in mijn eigen valleitje terecht kom. Ben ik blij dat ik niet alles mee heb genomen. We gaan het nog een keer proberen. Nou, als je meegaat naar boven, dan kan jij de TNT voor me activeren, terwijl ik er al comfortabel onder zit. Ja! Ja! Ja. Welkom! Oké, en dit was hem, hè? Max moet een vlag maken. Waarom? Oh, we zijn de eerste boven de Nether. Dit is onze vlag.
Dit is onze vlag boven de nether. Oké, wat ik ga doen. Ik ga eronder zitten. Doe maar gewoon nu. Ja, en dan wegrennen. Doei. Oh, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Oh. Wat is dit? Nee, weer niet. Hoezo niet? Ik doe het toch gewoon goed. Je kunt dit maar koekoes. Oh, oh, oké. Okay. Ja! Yes! Yes! We hebben hem gewoon gebroken. Oh, hier, hatsenflats. Ik zet gelijk de controle. Gast, het heeft ons veel te veel pogingen gekost. Maar we hebben hem gewoon. En nu kan ik ook mijn spulletjes weer pakken. Oh, we hebben hem gewoon. We hebben bedrock gebroken. Hey, maar misschien kunnen ja? we wel tol opzetten. Wat kunnen we zetten? Tol. Een tol. Dat ze niet alleen. Dat ze een tol moeten betalen om hier door te komen. Is dat niet veel te veel weg? Kunnen we niet beter gewoon de server makkelijker maken en alles aan elkaar linken? Nee. Ben je helemaal mal? Dat gaan we toch niet doen, joh. Wacht, dit kunnen we weghalen. En hebben we onze vlag hebben we hier staan. Dit is onze prachtige vlag. Nou, laten we in ieder geval even teruggaan. Maar hoe gaan we dat linken? Laten we in ieder geval onze twee portals linken. Twee seconden. Ja, we gaan eerst even alles wegleggen wat we hadden. Stimpjes gaan voor wat? Steek het goed, heb jij het ook allemaal? Ja, even op de eerste twee. Ja, eerste twee, 1, 2 en 3 moet je ze doen. Ja, wat doe je? Steen. Steen, papier en schaar. Dus gewoon steen, 1, 2, 3. Oké? 1, 2, 3. 3. Nee, wat doe je nou? 3, 2, 1. Het is steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ja! Want de prijs moet afspreken, had ik gewonnen. Ja, heb ik niet gedaan. Nog één keer. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ja! Nee! Je krijgt je steen, papier, schaar terug. We gaan naar een dorp te boven bouwen. Nee, we gaan geen dorp te boven. Kom dan mee. Ja. Kom mee. We gaan nu gewoon even in de simple picture gaan we denken. Gaan we gewoon even met ladders werken. Heel eng. Ah! Oké, dat gaan we dus niet doen. Oké, hoe gaan we dit doen? Met water. In de nether. Ja, ja. Hoe gaan we dit doen? Ha! Ik schrik van je, man. Oké, zit ik goed zo? Nee. Waar moet ik heen? Jawel, sorry, jawel. Ja, zit ik helemaal goed zo? Ja. Oké. Wat? Je zei dat ik goed zat! En dan zit ik niet goed. Je zei, je zit goed. Ja, en ik mis nu één blok. Oké, wacht, maakt niet uit. Dit komt in principe beter uit. Ja hoor, je zit goed, kom maar. Zit ik niet goed. Oké, kijk, en dan nu naar mijn eigen, naar de portal. Nou, maar kijk, dit komt goed uit. Dan moet ik wel helaas je dingetje breken, nee. Maar... Nee. Ja, sorry, maar... Oké, dan hebben wij hier een tijdelijk pad. Even zo, dat wordt dan wel mooi gemaakt. En dan gooien we de ladders omhoog. En dan kunnen we zometeen mijn nether portal die hier staat, kunnen we weghalen, die hier beneden staat. Hier, we nemen de gok. We gaan de nether portal hier weghalen, van mij. Zo, kijk, dan is deze weg. Dan gaan we hierheen. En als het goed is, is deze nether portal dan al gewoon gelijk gelinkt. Dat zou betekenen dat we gewoon daarheen en weer uitkomen. Hoe lijp zou dat zijn? En binnenkort, we hebben natuurlijk de endportal nu. Dus als wij lighters hebben, dan vliegen we helemaal snel naar elkaar toe. Die vlag, joh, wat slecht. Oké, nou, let's see of het werkt. Beam, kijk, dan komen we hieruit. En als we dan teruggaan, als het goed is, komen we dan uit boven de nether. Ja! Hij werkt! Hij werkt! Nu hebben we gewoon goed gelinkte portal hier. Dan moet ik alleen nog even sign daar beneden neerzetten. Nu moeten we hetzelfde met die van jou doen. Ik ga ook eind lopen, nu op dit moment, om naar jouw beest te gaan. Om naar mijn beest te gaan? Ja, dat klopt. Maar dat is dus het ding, als iedereen op een gegeven moment zijn ding hier heeft, weet je. En we hebben overal gewoon ijsbanen slash elytra's, dat ze naar elkaar toe kunnen. Dan is alles ineens heel snel, hè. Dan plaatsen we even een sign hier beneden dat onze netherportal verplaatst is. Dat we verhuisd zijn. Dat is namelijk wel belangrijk voor de mensen die hier willen komen. Max en Rini. Een pijltje die kant op. Max en Rini. Rood en dan licht. Max en Rini die kant op. Hatsenflats. Glow and behold. Nice. Ja, maar nu als mensen hier voortaan langskomen, dan snappen ze dat wij voortaan deze kant op zijn. Maar zullen we die van jou nu ook naar boven brengen? Of wil je hem nog beneden houden? Ja, het pad, dat is het enige lullig inderdaad, je pad. Ja. Ja, maar ja, uiteindelijk als je dit pad nou naar boven verplaatst, dus gewoon dit allemaal weer weghaalt en naar boven verplaatst, hoe kunnen we samen doen? Dan heb je toch gewoon een nog sneller pad.
Dan kan je hem zelfs diagonaal doen, weet je hoe snel je dan bent. Dus Justin gaat nu lekker naar zijn eigen portal toe. Die hakt helemaal naar boven, naar het randje, zodat ik zijn nametag kan zien. Dan plaats ik daar ook een portal boven bij hem. Om dan vervolgens dat ook bij het winkeleiland te gaan doen en overal en nergens. Waardoor iedereen eigenlijk een beetje geforceerd wordt om ook boven de nether te gaan zitten. En als ze dan allemaal weer terug naar de nether willen, gewoon, kunnen ze altijd deze trapdoor gebruiken. En dan komen ze gewoon weer in de nether uit. Dus ik ga nu even de flinten steel pakken en dan die kant op lopen van Justin. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt voor dit allemaal gefixt is. Want het is wel even een taak, joh, jongens, om dit allemaal te fixen. Oké, Justin heeft de coördinaten gestuurd. Min 337 en min 111. Dus dat is, als het goed is, deze kant op. Oké, we moeten deze kant op, jongens. En dan kijken hoe lang het duurt voordat we bij Justin zijn. Laten we onderweg ook op zijn minst van die mooie dingetjes neerzetten. Dat we de route naar elkaar nog wel kunnen vinden en niet altijd kwijtraken. Het zijn hele lelijke blokken, maar dat is puur gewoon om even de route te kennen. Hoi! Hey, ik ben er! Hey, het ding is, we gaan hier de bedrock natuurlijk niet breken. Niet dus? Nee, want hier gaan we gewoon je portal plaatsen. Dus als we nu het pad naar elkaar toe kunnen fixen... Maar wat gebeurt er nu als ik nu in mijn portal ga en ga weer terug en dan kom ik dan bij jou? Nee, deze wordt pas gebruikt zodra je die kapot van jou kapot maakt. Als het goed is, kijk, dit is het pad, maar ik heb heel erg omgelopen. Dus als het goed is, als ik dit gewoon volg, zo, als ik een nieuw pad een beetje maak, dan zou ik er ook moeten komen. En dan meer diagonaal, wat me veel beter uit zou komen uiteindelijk. Want ik heb nu echt een rare bochel gemaakt of zo. Nou, we zijn er en ik heb een pad gemaakt. Dat is een pad wat je kan volgen. Justin? Ja? Ik heb een pad gemaakt dat je kan volgen naar die van jou toe. Maar als je hier doorheen gaat, kom je, als het goed is, uit in jouw basis. Ja, kijk, hatseflats. Komen we uit in jouw basis. Nee, nu moeten we het alleen nog fixen bij het winkeleiland. En dan hebben we het helemaal geregeld. En de rest kan een stik te brengen. Hij zegt verkeerd. Ik denk dat Justin aan het prank is, maar dat is gewoon een gokje. Zij staat hier daar zo meteen. Hahaha, prank. Hey. Oh, hè? Oh, maar dat is niet erg. Als we deze slopen, dit gebeurt wel eens vaker. Als we deze slopen en helemaal weghalen, dan is het geen probleem. Dat hebben we bij Winkeleiland hebben we dat wel eens vaker gehad. Heel raar. Kijk, je ziet het eens vaker hier gebeurt. Laten we in ieder geval teruggaan, want daar is het Winkeleiland. Ja, en de rest zoekt het zelf maar uit. Maar ik weet in ieder geval dat ik nu heel snel naar het Winkeleiland kan als ik wil. En dan gewoon ook op het normale pad kan nemen. Plaatsen we even wat ijs of zo daarboven. En dan hebben we gewoon goede toeën, toch? Nympho. Wat gaan we doen? We zijn de netherhub naar boven. Ah! Oh, wat mooi. De Wumpackaxe is stuk. Ik let er niet op. Nee, de Wumpackaxe is... Oh, nee. Ah, dit vind ik jammer. Ik heb niet opgelet. Ik heb niet opgelet en nu is hij stuk. Dan naar Robin en Justin is deze kant op. Nou, Rick en ik zijn het pad aan het maken. Ik ben benieuwd hoe dit, of dit überhaupt handig gaat zijn. Maar ja, dit is eigenlijk ook weer gebouwd voor een Elytra. Hè? En die komt er binnenkort aan, eindelijk. Ik zeg het al 100 miljoen episodes achter elkaar. Van de Elytra komt eraan. Ha, ha, ha. En dan komt hij maar niet. Maar nu komt hij echt. Oh, het is nog een beetje krap, maar op zich. Je bent wel heel snel bij elkaar nu. Ik gok Nathan. Mijn renderdisse staat niet zo hoog, maar ik gok dat dit Nathan is. Kijk hoe dicht, kijk hoe snel je nu bij bijvoorbeeld de Nathan bent. Maar eerlijk, jongens, dit is toch goud. Je kan elkaars portal gewoon zien. Zo dichtbij zit je bij elkaar. Ik ben er echt blij mee. Heb je ijs? We hoeven hem alleen even dikker te maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stack. Jezus. Ja. Oké, dan maken we hem even dikker. Rick en ik hebben hem net even getest. Hij werkt in principe prima. Hij is een beetje krap en eng nu. Dus als jij aan de andere kant gewoon een beetje kan plaatsen, maak hem nog iets dikker. Hij werkt wel echt top. Je bent zo snel nu bij elkaar. Gast, hier ga je echt, hier kan je zo full speed over dit pad. Het is echt een mega ijspad. Hey, Nathan is ook al zijn ijsbaan aan het maken. Hier is het toch veel beter? Oh, nee. Ah, kut. Ik zie het. Gast, maar alsnog, dan recoff je jezelf één keer en alsnog is het 10 keer zo snel. Hallo, René. Hey. René. Hallo. Mogen wij ijs voor jou kopen, lenen, hebben? Ik heb het net terug. Ja, maar dit is voor de greater good. Ja. Best veel, alles. Al moeite weer weg. Ze liggen ook lekker op bed gewoon. Nee. Het is een beetje skills, maar uiteindelijk kom je er. Het is een beetje skills, maar het pad moet aan deze kant dus ook dikker. Want je ziet hoe verder we kwamen, hoe dunner die werd, weet je? Ja. Het pad moet gewoon nog dikker. En dit is voor de greater good. Maar kijk hoe snel je nu gewoon bij Justin en Robin bent. We zijn nog nooit zo snel hier geweest. 20? Ja. Nee. Waardevolle ijs. Nee, want een dag. Justin heeft er letterlijk net 5 minuten over gedaan.
Nee. 1 per stek. Dat is, vind ik, een redelijke prijs. 7 moet ik. Dan betaal ik meer dan, dan een diamond per stek. Dat zijn mijn prijzen nou eenmaal. Oké. 7 diamonds. Justin betaalt de 6, ik 1. Ja, maar. Echt, jongen, Indo en of Reno komt straks terug op de server. Die snapt er helemaal recht. Hij reed van waar zijn alle netherportals heen? Nee! Nee! Weer! Waarom dit is gebeurd? Dit, kijk, moet je zien. Dit gebeurt al sinds het begin van deze server. Okay, is er af en toe een glitch dat je hier terecht komt. Ja, maar hij is nog niet helemaal goed geplaatst. Hé, hey, maar zullen we nu gewoon even... Ja, nu we toch hier zijn. Ja. Isaac, jongens, ik heb geen silk touch. Go, go, boys. Jullie kunnen het met z'n drieën. Yeah. Go, team. Ja, wij hakken, jij gebruikt het straks allemaal. Teamwork. Ja. Killen met wat XP voor mij. Ik heb 2 XP. Nee, ik ben al schilder. Gast, we hebben wel zoveel volgens mij nu. Ik denk dat we de hele winkeleiland ook gelijk kunnen fixen. Hey, stop. Ja, we hebben gelijk ijs gefixt. Dat was niet eens de bedoeling, maar wel chill dat we ijs hebben. Hoe gaan we dit nu fixen? Paddenstoel! Nee! We zijn nu met z'n allen tegelijkertijd het pad aan het maken. Dan hebben we ook het winkeleiland gelijk gelinkt. En ik zei net al, degene die gewoon nog steeds op de onderste manier wonen, stel een Rick of zo, of een Ido, die moeten eerst helemaal naar mijn portal lopen om naar boven te gaan, om dan volgens hierheen te gaan. Dus we forceren ze eigenlijk om ook gewoon naar boven te gaan. Dat ze gewoon geen keus meer hebben. Ik heb vet veel steen. Zou ik vet veel butters maken? Ga jij de butters regelen? Nathan, die gaat heel veel butters bij elkaar halen, want spannen nu, omdat je ijs plaatst, spannen er allemaal piglins en van die vieze varkens en zo spannen erop. Heel vervelend. Maar als je dan butters erop zet, dan spannen ze niet meer. Dan spannen die beesten gewoon niet meer. En dan hebben we dat probleem ook gelijk opgelost. Dan zijn we hier ook aangekomen. Helemaal top. En je hebt echt gewoon een kruising hier nu naar Justin, naar Nathan en dan die kant op. En dan heb je Justin. Weet je hoe snel... Oh, Justin, gast, wat veel buttons. Oh, wat vind ik dit fijn. Hoe snel we nu overal gewoon heen kunnen. Hier vliegen zo net de portal in. Dat buttons plaatsen maakt het pad zo ongelooflijk lelijk, hè. Maar daardoor spannen er gewoon geen beesten meer. Anders word je elke keer onderbroken als je een beest tegenkomt. En dan hebben we hem. Ja. Volgens mij. Ja. Het was me toch een avontuur in de Nether, jongens. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd voor jullie, maar deze hele episode was eigenlijk gewoon in de Nether. Hoofd ook. Dat hoofd. Oh mijn god, dat is me nog niet eens opgevallen. Wat? Nee, ik zie hem echt nu pas. Mount Rickmore. Nu snap ik waarom je dat in de chat zei. Mount Rickmore. Oh mijn god, dit was me gewoon helemaal niet opgevallen. Dat grote hoofd van Rick. Mount Rickmore. Oh, wat slecht. René heeft er... Trident heeft ze daarboven gedaan. Maar ze komt er niet bij. Oh, volgens mij is hij gedespand. Huh? Volgens mij is hij gedespand. Of niet? Of zie ik hem gewoon niet meer door de render distance? Oh, wat lullig. Nee, hij is volgens mij echt despawned. Ik zag hem despawned. Je was er bijna. Wacht, we gaan even kijken. Ik zag hem... Hoe kan dat? Hoe kan het zo snel despawnen? Je hebt blijkbaar 1 minuut de tijd, zegt het internet, voordat een Trident despawnt. Ik wilde letterlijk mijn loyalty erop zetten nu. Jongens, ik vond het zo lullig dat er een jaar ding is gedespawnd, dat we gewoon een nieuwe gaan halen. We gaan grinden voor een nieuwe. Het is een beetje moeilijk om zo eentje te krijgen, want je moet maar hopen dat hij spawnt en als je hem killt dat hij hem ook dropt. Maar ik heb gelukkig looting 3, dus het moet goed komen. Dan gaan we via de nieuwe Nether dinges, gaan we naar Robin en Justin toe. Kijk, en dit is waarom overal buttons komen, want nu spawnen er van die beesten. Oh, ja! Laat bootje maar gewoon staan, joh. Trident, auw! Ja? Ja. Oké, ik ga hem... Aha, die guys zijn heel vervelend om te killen. Ik hoop zo erg dat hij hem dropt, hè. Ja, maar dat is zo'n kleine kans. Oh mijn god, hij gaat me ook nog doden. Wacht even. Nee. Jij met aas. Ja! Heeft hij hem gedropt? Nee, hè? Oh, man! Hey, Nympho! Ja, wel. Auw! Wat is het vervelend? Ja, ik denk het. Oh, ja. De hele trident komt allemaal hierheen. Ja, het is zo vervelend. Die guys met tridents doen en damage. Auw. Hij heeft een hoop dus. Nah, man. Pak hem. Ja! Ja, ik heb hem! Yay! We hebben hem! Oh, we hebben hem! Nou. Nice. Nou, let's go back. Nee. Dan ben je weer kwijt hier. Nee! Wat doe ik nou? Nu ben je hem weer kwijt. Hier, heb je hem? Wauw. Ja, ik doe ik echt maar weer naar huis. Als we hem weer kwijt. We hebben gewoon de hele tijd hier gechilled. Dagen, nachten gestreden en jij gooit hem gewoon weer weg. Ja.
Oh mijn god, de portal van Justin en Robin is hier nog niet gesloopt. Weet je, ik doe ze wel de vever en ik sloop deze wel gewoon. Had ze flats. Zo, en dan spannen ze voort op de goede plek. Want nu moet ik helemaal gaan lopen. Oh nee. René heeft gewoon een leuke nieuwe trident. Het heeft echt even lang mogen duren. Maar nu hebben we hem tenminste wel. Ik vond het zo lullig dat hij die spande. Wat een gedoe om die hele ladder naar boven te nemen. Nou, aangekomen in de thuisbasis. Veilig en wel. René, die werd gebeld of zo. Dus die kwam later, zei ze. Geen idee. Maar voor nu, jongens, wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er zat weer veel werk in deze video. Sowieso zitten in al content van één video is altijd lekker veel werk. Maar dan vind ik wel dat ik gewoon zoveel mogelijk kan doen in één video. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker even. Like ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Dan spreek ik je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.